We moeten eerst proberen om zelfvoorzienend te worden, alvorens we de voedselschuur van de regio worden. Dit haalde minister Pralaat Siudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij gisteren aan voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering. De slogan voedselschuur van de regio worden van de voormalige regering is volgens Siudien geen slecht idee. Echter moet er volgens hem veel veranderen alvorens we dat doel kunnen realiseren. Siudien wijst er namelijk op dat Suriname 2/3 deel van haar voedselbehoefte importeert. En slechts 1/3 exporteren. Ik bedoel, lokaal kunnen voorzien 1/3. Dat zegt al veel. Laten we eerst proberen een zelfvoorzienend te worden in het geval. Om dan een stap verder te maken. Maar aan de andere kant zijn er opportunities. Bepaalde gewassen hebben exportmogelijkheden. Die gaan we zeker oppakken. Maar we gaan niet alles tegelijk kunnen doen. Op het ministerie hebben we afgesproken van we gaan een aantal gewassen uitzoeken met potentie. Die gaan we uitbouwen, maar de lokale voedselvoorziening moeten we eerst zien te dekken. Op de vraag of hij belangen heeft in de sector en daarom niet geschikt zou zijn als kandidaat, haalde minister Siudien aan dat er geen sprake is van conflict of interest in het feit dat hij minister en ondernemer is. De bewindsman heeft naar zijn zeggen landbouw gestudeerd en had al besloten om vanwege zijn leeftijd het bedrijf aan zijn zoon over te dragen. Ik zie het niet. Ik bedoel, mensen zien dat zo in. Maar goed, als je hond wilt staan, vind je altijd een stok. Maar aan de andere kant moet ik eerlijk zeggen, 10 jaar voor LVV en, gewerkt, dan krijg je het ambtelijke van binnenuit. 30 jaar als ondernemer, dan krijg je de sector van de andere kant. En die combinatie heeft gemaakt dat de president mij gevraagd heeft van luister, trek LVV voor mij, want jij kent het van binnen en van buiten. Dus vandaar. Dat ik accepteer. Minister Pralaat Siudien van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Onze nieuwsdienst sprak hem gisteren op de stoep van het kabinet van de vicepresident voor aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers.